Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Het is kort over 10. Ik heb een lekker ontbijtje gemaakt. Hallo, het is vandaag zondagavond. Ik heb te horen gekregen dat ik 3 weken niet kan werken bij de kinderboerderij. Van Magnolia moet ik nog even afwachten. Ik ga er morgen in ieder geval wel naartoe. Dan kan ik thuis wat dingetjes doen voor de 3 dagen dat ik thuis zit. De komende 3 weken. Deze kan bij mijn printer. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik heb net koffie op en een lekker ontbijtje op. Een boterham met filet americain. En nu ga ik mijn eigen klaarmaken om te gaan werken bij Magnolia. Mijn werkjas van de kinderboerderij heb ik tot de verhuizing niet meer nodig. Dus die ga ik inpakken. Zo, ik heb mijn jas in de doos gestopt. Nu mijn andere werkkleren nog, want die heb ik ook niet meer nodig. Mijn broek, werkbroek. Mijn t-shirt. En mijn vest. Allemaal niet meer nodig. Dus dat kan ik allemaal gaan inpakken. Ik heb mijn vest, mijn t-shirt en mijn werkbroek ingepakt. Het zijn werkkleren. Dat heb ik toch allemaal niet meer nodig. Ik heb net een telefoontje gekregen van mijn jobcoach. Ik kan ook niet werken bij Magnolia vandaag. Wanneer? Vrijdag.
Want vrijdag, ja, vrijdag of zaterdag. We hebben drie Big Macs. Ja, want vrijdag, want zaterdag ging ik mijn atje uit eten in de family. Lekker smesken. Vrijdag ging ik uit eten. Zaterdag ging ik uit eten. Zaterdag ben ik er wist uit eten. Ja, vrijdag ben ik over atje geweest. Vrijdagavond klopt nog aan. Ja, 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 ik ben helemaal zijn broeder. Ik ben helemaal zijn kleine broertje hoor. Maar bij verkering naar atje. Nee, niet verkering. Hallo. Ik ben zijn broertje. Oh ja. Ik hoor bij de family, die moeder zegt altijd. Ach. Waar is Kevin? Vraag je moeder. Oh, nou, dat is toch goed. Die noemt mij je Franco's. Die zegt tegen Adje: hey, Franco weer online? Ja, Franco is online. Toen zei ze: wat is je echte naam? Ik zeg: Kevin. Ah, nee, dat is een beetje maar een naam mee, hè, Franco. Ja? Ze noemt me altijd Franco. Ze zegt: ik ben helemaal stuk, hè? Franco. Ja, ja, nee, ja, die zaakt gewoon. Ja, ja. Franco. Oh nee, maar dat is rummer. Ja, moet ik die even terugbakken? Die staat op het wennen, want ik ben mijn atje teruggereden. En hierin. En morgen komt hij me halen, want dan ga ik weer naar boot en dart. En zonde. Nou zou ik het er wel weten. Hé, hey, Franco. Ja? Kon ik eens gewoon aan het eten? Wacht eventjes, ik moet mijn speech nog afmaken. Oh, sorry. Kijk, dames en heren, je hebt een heel verhaal gehoord over Franco. Nou, heel hartstikke leuk en aardig zoals je weet. Maar, dat is mijn bijna trouwens. Oké, maar we eten vandaag gekrulde macaroni, noem ik het maar even, voor de kijkers, want jullie, ik weet de echte naam hiervan. Fossili. Fossili dan. Gezellig. Nou, dat zou hartstikke lekker smaken. Nee, zo te zien ben ik niet ziek, want ik ben een stuiterbal, dus ik ben niet ziek. Om dat te vergeten, we eten dus vandaag chili, hoor ik al, chili, met daarbij hebben wij dus gehakt en zo, dus er zit allemaal zoutje erheen, dus het zal heerlijk smaken, en dan wens ik jullie natuurlijk ook een hele fijne eetsmaak toegewenst, en geniet van jullie maaltijd, wat jullie eten, schrijf natuurlijk in de context wat we eten natuurlijk, want daar ben ik heel blij mee, en dan zeg ik tegen jullie nog een keer, eet smakelijk, en tot de volgende gelegenheid. Het is vandaag dinsdag. Ik doe even mijn deur open. Koud doen, maar deur weer dicht. Stam dan. Hele goede dag, beste mensen. Daar zijn we natuurlijk weer. Ik vind het natuurlijk weer geweldig om die kamer te houden voor jullie. Nou, wij eten vandaag geen idee. Kip, godverdomme. Oh, sorry. Kip Pandori, dat was hem. Ja, ik heb er super veel zin in. Ik hoop hier natuurlijk jullie ook, hè. Ik zou heerlijk smaken. Ik heb het nog niet geproefd, want ik ben het. Ach, ik heb het zo druk, hè, dames en heren, mijn werk. Oké, okay. Maar daar gaan we niet over horen. Ik zal vandaag verder vertellen. Dus we heten Kip Pandori. Pandori. Pandori, maar gezegd is Pandori. Want het staat vaak op de kamer. Pandori. Maar, ja. Laten we lekker horen. Dus ik heb er super veel zin in, zoals ik al zei. En dan, ik wens jullie ook natuurlijk een hele fijne eetsmakelijk toegewenst. Geniet er natuurlijk van. En ja, schrijf natuurlijk in de comments wat jullie weer eten. Ik wil het graag weer weten. En dan zeg ik tegen jullie een hele fijne avond. En ja, ik hoop jullie een beetje naar je zin hebben. Bedankt voor het zeggetje. En ik zie jullie de volgende keer natuurlijk weer bij de traditie van Zeynep en Kevin. Het eetmenu. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Het is kort over 10. Ik heb een lekker ontbijtje gemaakt. Zo, ik heb vandaag weer helemaal mijn badkamer
schoongemaakt. Ik heb net nepnagels opgedaan. Zo zien ze eruit. Pakje. Ik heb er nog eentje over en voor de rest is die helemaal op nu. Kom. Er waren 30 nagels, heb ik 3 keer van kunnen doen. Hoeveel is deze worst en spijzenbonen? We eten vandaag aan. Spicy bone.